In deze film ga ik het Dragan-effect in Lightroom namaken. En het Dragan-effect is vernoemd naar een uh, Poolse fotograaf, André Dragan. Uh, je schrijft zijn voornaam iets anders, maar ik zou bij God niet weten hoe je het uit moet spreken. En het kenmerkt zich door een heel hoog contrast. En een mooie lage verzadiging. En het is echt een effect wat geweldig werkt op oude koppen zoals deze. In Photoshop werkt het iets anders dan in Lightroom. Ik vind het persoonlijk in Photoshop het effect iets mooier en iets meer controleerbaarder. Maar in Lightroom kun je ook een aardig eind komen. Voor het Dragon-effect zijn geen aparte dingen nodig. Je hebt geen aparte presets nodig. Je zou er eentje van kunnen maken, dat dan weer wel. Maar het werkt in feite heel makkelijk in de ontwikkelmodule. En dan gaat het eigenlijk voornamelijk ook nog gewoon om de standaard sliders. De eerste stap die we doen is het boosten van het contrast. Niet kijken gewoon hup naar 100 in één keer. En vervolgens gaan we met de volgende vier groepen de belichting aanpassen en daarna gaan we nog meer in het contrast zitten rommelen. Terug naar die vier stappen van belichting. De hooglichten die haal je er een heel eind uit. En je ziet aan je foto en ook aan je histogram dat je foto eigenlijk gewoon daarmee in één klap ook donkerder wordt. Nou, dat is geen probleem, dat gaan we weer oplossen door de schaduwen te boosten. Ik zou de hooglichten zo rond de min 50 houden en de schaduwen zo rond de plus 50. En is je foto nou nog te donker dan kun je eventueel gewoon met je belichting wat aanpassingen maken naar boven of naar beneden. De witte en de zwarte tinten die gaan we wel een aardig terugdringen. De witte tinten, die haal ik ietsjes verder terug, zeg maar in dit geval zo, nou ja, min 35. En de zwarte tinten, ietsjes minder rond de min 25. En qua belichting zijn we al een vrij aardig eind. Ook het contrast is niet slecht, maar dat kan nog veel beter. Als we even tussentijds teruggaan naar het origineel en waar we nu zitten, dan hebben we al een veel contrastrijkere plaat. Hij is alleen wel heel erg verzadigd. Dus die verzadiging die ga ik gewoon ook eens terugschroeven. Zeg maar min 40. En nu heb ik wel een foto die redelijk natuurlijk lijkt. Maar wel vol met contrast zit. Als ik nog even kijk naar ons origineel en wat we nu hebben. Dan is het nog niet slecht. Maar ik wil nog veel meer contrast. En dat ga ik doen met de slider van de helderheid. En die kun je helemaal opentrekken naar 100. Maar dat vind ik zelf eigenlijk wel weer een klein beetje overkill worden. Ik hou het zo ergens rond de 60, 70. Dat vind ik goed genoeg. En daarmee wordt hij wel weer een klein beetje donkerder. En ik maak hem dus een tikkeltje lichter. En vervolgens ga ik de levendigheid een klein beetje boosten. Om toch nog een beetje meer kleur terug te hebben. Dat hou ik zo rond de 20-30. In dit geval ietsjes boven de 30. En op zich ben ik eigenlijk nou wel gewoon een heel eind. Kan ik het nog gewoon even mooi afmaken. Door bijvoorbeeld bij effecten er nog een vignettering op te leggen. Ik ga het even heel overdrijven, want daarmee heb ik goed in de gaten waar ik nou precies aan het werk ben. Dit vind ik wel een mooi middelpunt. En ik wil een zacht vignet met een grote doezelaar. En zo vind ik dat wel aardig. Iets te veel nog. Laat ik het zo houden. Je zou met de kleurtintcurve eventueel ook nog een klein beetje contrast erin kunnen leggen. Je kunt gewoon een van de voorinstellingen kiezen. Persoonlijk vind ik dat ja. Niet zo vrij, maar je kunt natuurlijk zo ver gaan als dat je zelf wil. En ook in de kleurslider zou je eventueel bijvoorbeeld in de huidtoon nog wat verzadiging eruit kunnen draaien. En zo eenvoudig is het. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!